Zou je kort willen vertellen wie je bent? Nou, ik ben Amisha Raji, 17 jaar. Ik zit in 6 VWO op het Ingenieur-Lee Lyceum. En ik ben vandaag lid van het jongerenpanel samen met 3 anderen. En hoe is dat? Hoe is het vandaag in het jongerenpanel? Nou, het is een lange dag, 8 uurtjes, samen met z'n vieren. Maar het is wel interessant. We hebben een schema en daarin staan verschillende onderwerpen die iedere keer hier een half uur worden besproken. En ja, als er iets gezegd wordt, dan kunnen wij op ieder moment inbreken om ja, onze eigen mening te geven of om eventueel vragen te stellen. Wat goed. En ben jij erg bezig? Ben je politiek betrokken? Ben je bezig met politiek? Jawel, ik probeer nu steeds meer me te betrekken tot de politiek. Want ik mag sinds dit jaar ook stemmen, de eerste keer. En daarvoor had ik niet echt een bepaald idee over wat de politiek nou een beetje inhield. Ik heb op school wel erover geleerd en gehoord en gelezen. Maar wat is het nou echt? Ik bedoel, als ik moet gaan stemmen, moet ik wel weten op wie ik ga stemmen. En wat voor ideeën deze partij bijvoorbeeld heeft. En wat vind je dan belangrijk? Nou, er zijn bepaalde onderwerpen die ik zelf heel belangrijk vind, zoals ongelijkheid. Dat werd ook hier besproken. En als ik dan dezelfde denkwijze heb als een bepaalde partij, dan denk ik, oké, misschien is deze partij wel stemmateriaal, als ik het zo kan zeggen. Stemmateriaal. En dat ik gewoon overeenkom en dat een partij ook heel open staat voor nieuwe dingen bijvoorbeeld. Want soms, dat heb ik ook vandaag gehoord, dat bepaalde partijen echt tijdens een debat niet eens vragen kunnen beantwoorden die wij zelf stellen, denk ik. Kijk, hier zijn wij dus voor. Ja, precies. Ja. En zie je om jou heen jongeren die ook bezig zijn met politiek? Jawel, bij mij op school ook zelf, denk ik. We hebben niet echt een bepaald vak dat alleen zich richt op politiek. Maar bijvoorbeeld in de pauzes dat we soms van die gesprekken hebben, denk ik, wauw, zijn we echt over dit aan het praten? Over politiek? Ja, bijvoorbeeld gewoon over onze toekomst en ideeën. En dan niet alleen, ik wil rijk worden, wonen in een villa en leuk auto's en kinderen en zo. Maar echt gewoon over, kunnen we überhaupt een huis kopen straks? En is de kans dat wij een baan krijgen even hoog als andere mensen? Ja. Dus die dingen houden ons wel bezig. Wat goed. En waar ga je op letten bij de gemeenteraadverkiezingen? Je mag voor het eerst stemmen. Waar ga je op letten? Nou, ik denk dat vandaag vooral een hele leerzame dag is voor mij. Ja. En dat ik naast vandaag natuurlijk ook me een beetje ga inlezen op de verschillende partijen die meedoen. En dat ik het dan gewoon op me af laat komen zoals vandaag. En dat ik dan op basis van ideeën, meningen en standpunten gewoon gaan stemmen. Wat goed. En waarom is het belangrijk dat jongeren moeten gaan stemmen? Nou, zoals ik vandaag ook heb gehoord, stemmen is niet zo heel erg populair onder jongeren. En dit is eigenlijk best wel slecht, want laat je stem gewoon horen hoe simpel het ook klinkt. Je moet gewoon eigenlijk stemmen, omdat als jij bepaalde ideeën hebt en een partij heeft dezelfde ideeën, dan zou je dat ook echt waar kunnen maken door gewoon simpelweg te stemmen. Ja. Nou, hele mooie afsluiting. Gewoon gaan stemmen. Ja. Oké, dankjewel.